Ja, er komt zeker koud op het dak en schrikken. En ja, allereerst natuurlijk voor degene die het betreft. Ik bedoel, dat is een ramp. En voor de duidelijkheid zijn twee attracties zijn er in Nederland van hetzelfde type. Waar dan soortgelijk waar dat ongeluk mee gebeurd is. En de fabriek heeft ons geadviseerd om de zaak stil te leggen tot nader onderzoek. Ik vermoed nalatigheid, onprofessioneel gedrag met die attractie. Ofwel dat zo'n gondel een keer met opbouwer afreken, een keer gestuiterd is op de grond. Of dat er ik weet het niet. Ik kan er niet over oordelen. Ik mag gewoon overal in Europa draaien. En ja, zoals ik al zeg, voldoet aan de zwaarste keuringen. We hebben een hele moderne attractie en ik ben ook absoluut niet bang dat mijn attractie weliswaar verborgen gebreken heeft. We zijn een volksvermaak en dat willen we graag zo houden. Dus we staan 100% achter de beslissing van de fabriek. En tot nader orde wachten wij ook af wat er gaat gebeuren. En zo nodig kunnen we maatregelen treffen om eventueel er iets aan te doen.